Brothers and sisters, my lobby is nice ni brother ng asisa. Op 22 januari 2023 vieren wij weer het Chinees nieuwjaar. En volgens de traditionele Chinese kalender is het het jaar van het konijn. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u allen een gelukkig Chinees nieuwjaar toe te wensen. In het bijzonder de lobby Chinese Brother Nangasisa, mee wens unuang boon nieuwjaar. Het jaar 2023 wordt voorspeld als het jaar van hoop. En het konijn staat namelijk symbool voor geduld, geluk en vrede. Daar hebben we nu meer dan ooit behoefte aan. En het jaar van het konijn zorgt voor de nodige harmonie en groei. Het Chinees nieuwjaar is in de eerste plaats een familiefeest. Alle leden van de familie komen dan bij elkaar. En het begint met de familiemaaltijd op de eerste dag van het Chinees nieuwjaar. In ons land kennen wij deze traditie. En de Chinese gemeenschap heeft deze traditie met ons gedeeld sinds de eerste Chinees voet aan wal zette in Suriname. Maar dit jaar is een markant jaar, want we vieren eveneens 170 jaar Chinese immigratie. Onze Chinese broeders en zusters maken een zeer belangrijke deel uit van onze samenleving. Ze hebben in die 170 jaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons land. Ze bevinden zich in alle sectoren in ons land en leveren ook daar hun bijdrage. En daarom kijken we uit naar de viering van 170 jaar Chinese immigratie in ons land. En dat gaan wij groots doen. En zoals een Chinees gezegde luidt, het werk van het hele jaar hangt af van een goede start in de lente. En vooruitkijkend naar dit jaar verwacht en wens ik van harte dat iedereen de handen ineens slaat. Vooral bij het aanpakken van de diverse uitdagingen, zoals de aanpak van criminaliteit, het versterken van de samenwerking op meerdere gebieden, waaronder ondernemerschap, de verdere groei die we willen hebben van onze economie, de goede gezondheid die we willen hebben voor alle burgers, maar ook de landbouw waar we flink moeten gaan investeren, de voeding, die oil en gas, en bij de ontwikkeling van al deze zaken moeten wij, Lobby Brother Nangasisa, nou met elkaar samenwerken om de stabiliteit van het land te helpen behouden. Wij zijn zeker pleitbezorgers en voorstanders van ondernemerschap. En ik hoop dat we alle partners en stakeholders zover kunnen krijgen een actieve rol te spelen bij het bevorderen van deze doelstelling, want onze economie hangt daarvan af. Mijn wens is dan ook voor dit nieuwe jaar om die grootste uitdagingen aan te gaan en de meest ambitieuze doelen na te streven, samen met jullie allemaal. Zolang de reis duurt, zullen we onze bestemming bereiken als we op de koers blijven. Hoe moeilijk die taak ook is, we krijgen de klus geklaard als we eraan samen blijven werken. Maar zolang we de vastberadenheid hebben om bergen te verzetten en het doorzettingsvermogen ook hebben om door te ploeteren, zolang we onze voeten op de grond houden en onze reis voortzetten door gestadige vooruitgang te boeken, zullen we onze grootste doelen werkelijkheid laten worden. We moeten naar een toekomst werken waar Suriname een land is dat is een krachtput uit eenheid. En ons land is een mooi land met vele mogelijkheden. Het is niet meer dan normaal dat verschillende mensen verschillende zorgen hebben of verschillende opvattingen hebben over dezelfde kwesties. Maar waar het om gaat is dat we met consensus
gaan samenwerken en door communicatie en overleg resultaten gaan neerzetten. En als de meer dan 600.000 burgers met één hart, ja met één hart en één geest werken en met een sterke wil in eenheid staan, zal geen enkele taak onmogelijk en onoverkomelijk zijn. Ik hoop dan ook dat onze lobby, Brother Nassisa, onze Sernamangs, nou met elkaar zullen samenwerken met een ingezind doel om samen duurzame welvaart voor de Surinaamse natie te bevorderen. Laten we de hoop van het konijn in 2023 omzetten in concrete resultaten. Sinyan, Kwai Lei, may God bless you all en een gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal toegewenst.